Je kan het niet maken om als land afwezig te zijn tijdens de Dubai Expo, zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking woensdag voor de aanvang van de Raad van Ministers aan journalisten. De bewindsman stelt dat het aan Suriname ligt om zich op een dusdanige wijze te presenteren dat aantrekkelijk is voor de rest van de wereld. Van de wereld gaat deelnemen aan de Dubai World Expo. Als land kan je het niet maken om daar niet te zijn. We hebben gelukkig enorm veel ondersteuning ontvangen van de Verenigde Arabische Emiraten. En ze zijn zeer blij met Surinamers participatie. Wederom, het ligt aan ons om ons te presenteren op een manier dat aantrekkelijk zal zijn. En wij zijn nu bezig om bedrijven te benaderen die willen participeren. Of dat nou in de grootschalige mijnbouw is, of in de landbouwsector, toerisme. We hebben toch wel wat producten die we tentoon kunnen stellen daar, die mogelijk interessant zijn. Ook in de olie en gas, dat zijn wat grotere investeerders. Ramdien zegt verder ervan overtuigd te zijn dat Suriname een goede beurt zal maken tijdens de expo, die plaatsvindt vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022. De minister stelt dat er voldoende interesse gewekt zal kunnen worden voor de branches binnen de economie die moeten groeien. Dat men toch wel ziet dat er een toekomst hier ligt waar men voordeel van kan trekken. Uiteindelijk is het zaken doen gericht op het winst maken. En daarvoor moet je het juiste klimaat hebben, het juiste product. En ik denk dat we beide zaken kunnen aanbieden. We zijn reeds bezig met de investeringswet. De minister zegt te hopen dat de nieuwe wetgeving voor eind van het jaar in orde is. Dit zal ervoor zorgen dat het op het gebied van investeringen vooral een gunstig klimaat tot stand kan komen in Suriname.